Maar was je in die buurt? Nee, ik zat in de auto. En ik had het wel op het debat, dus ik hoorde wel een soort plof. Dus ik dacht, oh, dus er valt iets van de publieke tribune. Maar dat was dus een minister die niet letterlijk valt. Maar, dus, maar kijk jij in de autotelevisie? Wat? Luisteren, ja. Oké. Okay. Ja, dan wil je zo'n debat toch volgen. Maar Joost, ja. Hey. Mag ik trouwens een soort GWK-stitje horen? Ja, mag ik even... Hier kun je een ballisto contact. Ja, we hadden bijna contact. Ja, je kunt hier een ballisto onderdoor schuiven. Ja. Vraag even of die een tankpas heeft. Net als... Zegeltjes! Nee, maar Joost, jij hoorde een klof, zei je nou net. Maar betekent dat dat er een microfoon achter het spreekgestoelte dan staat? Nee, die staat erop, dus dat wordt wel opgevangen door die microfoon. Ja? Maar het was dus echt een klof. Ja, je hoorde, dus hij zeeg echt ineen, dat is het woord dan. Ja. Wauw. Ik snap het wel. En als je wel de band terugluistert, dan hoor je dat Jesse Klaver... die ziet het kennelijk dat zijn ogen gaan draaien. Want die roept, hey, het gaat niet goed, roept hij. En dan hoor je... Maar dat roept hij al een paar weken, toch? Nee, maar nu... Ja. Hij had net zijn zin gekregen. Ja, precies. Ja. Maar hoe was dat voor jou? Want jij werkt in die arena. Jij volgt dat als journalist. En dan valt er zo'n minister uit. Heb je wat met die man? Ik ken hem persoonlijk niet goed, maar je weet wel hoe hard die mensen werken. Dus het is gewoon triest. Ik bedoel, voor hem, hij werkt hard, hij wil het goed oplossen. En dan moet je het in één keer ook loslaten. Het lijkt me ook heel moeilijk als je daar middenin zit als persoon. En je voelt je verantwoordelijk. Dus je zegt. Maar hij is wel de man die zegt van ja, weet je, je moet gewoon echt topfit zijn. Wil je dit doen? En als je dat niet bent, dan moet je gewoon wegwerken. Ja, die ministers die zien volgens mij, überhaupt politici, zien heel veel mensen in de laatste tijd. Mark Rutte volgens mij de meeste van iedereen. Die gaat nu naar iedere supermarkt toe. Dus die mensen maken... de kans is vrij groot dat zij natuurlijk eerder dan wij besmet raken ook. Met iets. Ja, dat zou kunnen, ja. Maar Joost, wat vind jij? Er zijn natuurlijk politici die hier ook politiek van proberen te maken. Nee, toch? Nee, ja, allemaal ergens. En Rutte ook? Nou, Rutte... Ja, maar die weet gewoon dat het naar hem toe komt. Die hoeft alleen maar premier te zijn en dat is al goed voor hem. Maar goed, er komen geen verkiezingen aan. Maar iedereen maakt dat debat was hartstikke. Je zegt eerst, van ik wil er geen politiek van maken. En dan weet je, dan wordt er politiek van gemaakt. Ja, dat is altijd. Ja. Dus bijvoorbeeld de Partij van de Dieren, Esther Ouwehand, zei van ja, maar het volgende virus dat komt uit de bio-industrie. Dus laten we die eventjes afschaffen. Mm-hmm. En Jesse Klaver zei, laten we eens even kijken wat de vitale beroepen zijn. Hé, dat is alleen maar publieke sector. Die moeten meer geld krijgen. Ja. En dat is ook logisch, daarvoor zijn het politici. Dus dat is op zich niet erg. Maar ik vind het altijd ingewikkeld als ze eerst zeggen... we gaan dat niet politiek maken en ze het dan wel doen. Ja, dat zijn dezelfde mensen die zeggen, ik ben geen racist, maar er komt er iets racistisch. Ja. Maar jij bent dus geen racist? Ik ben geen racist en geen politicus. Ik ben een komiek die in een werkelijk totaal bizarre situatie... een televisieprogramma aan het maken is. Hey, blijf er vanaf, hè? Ja. Van mijn glazen raam. Ik heb een zeempje bij me zometeen. Dat is een diertje, zo'n trekkertje. Nee, maar er was natuurlijk een soort slechte poging van ons om die afgelopen week samen te vatten. Jij zegt dat komt naar hem toe. Stel nou, we lopen 2 weken achter op Italië, het dode aantal stijgt. Nee, dat is het risico. Dan gaat het weer keert van hem af. Natuurlijk. Dus hoe schat je het in? Ja, ik sprak mensen die zeiden, Mark Rutte heeft de verkiezing al gewonnen. Die waren ook niet met politiek bezig. Te veel zwaaien naar mij. Oh, sorry. Blijf daar. Oké. Okay. Ja. Ik vind het ook goed dat jij geen ramen hebt. Waarom? Nou, die stonden hier wel. Het geluid vond ik zo kut dat ik nu gewoon ben opgeofferd. Ja. Voor het succes van het programma. Echt waar. Dus, ik moet al een kwartier niezen, maar ik durf niet. Ja, je kan tegen die ramen aan doen. Je kan hier gewoon zo over. Dus, maar hoe zag je de week en hoe schat je het in? Over Rutte. En over alles wat er gebeurt. Ja, Vullings. Ja, hallo. Ik ben geen viroloog. Maar jij mag... Hoezo? Ja, hallo. Ben jij nou de enige in Nederland die geen viroloog is? Ja, hebben hem ontdekt. Ja. De enige ik ben geen viroloog. Niet weet. Ik vind het trouwens wel een heel mooi vak. Ik zou het ook best wel willen doen, eigenlijk. Maar, nou, even tussen. Die Ab Oosterhuis. Die is viroloog. Die zit als enige al avonden achter elkaar wijn te tanken bij opeen. En hoe lang het duurde de arm voordat hij aankwam? Ja. Jezus. Ja. Moet je voorstellen als daar nog een raam tussen had gestaan. Ik heb het niet vaak. Wil je dat niet meer doen? Sorry. Maar er is een officieel team wat het allemaal begeleidt en adviseert. Ja, dat was wel raar. Want een paar dagen ervoor zei hij dat de aanpak van het kabinet goed was. En toen in één keer zei hij van nee, we moeten toch lockdown gaan doen. Ja, en 10 keer. Ik maak me zorgen, maar ik vond het heel vervelend. Ja, maar ik denk ook dat we moeten ook troost bieden. En ik vind dat we niet streng moeten zijn voor mensen die 3 weken geleden nog zeiden... ja, het valt allemaal wel mee. Dat kunnen we doen, natuurlijk. En dan heb ik nog een heel arsenaal aan mensen. Maar het is natuurlijk wel zo dat het echt letterlijk per dag... en soms per halve dag verandert en verergert. Alleen wat wel aardig is, ik kom uit België. Daar is een totale lockdown. Dus ik ben gevlucht, een vluchteling, terug naar Nederland. En
Maar ze zijn overal in het buitenland echt verbaasd dat wij hier doen wat we doen. Ja. Dus de groepsimmuniteit, ook een goed nieuw woord. Ja, maar dat bleek dus niet te kloppen. Want ik hoorde nadat ze in Duitsland daar enorm van geschrokken zijn. Ja. Maar groepsimmuniteit is toch gewoon dat we het langzaam... Het is toch ook niet... Voor mij dat werd ook misgeïnterpreteerd. Dat, ja. Niet dat we zeggen, mensen moeten ziek worden, maar dat we het... Dat is het gevolg van, ja. als het blijft hier, dat is dan... Dat zegt Rutte, dat zegt eigenlijk de RIVM. Het virus gaat niet snel weg. En als er meer mensen ziek worden, dan werk je langzaam naar groepsimmuniteit. Want ik heb wel het idee dat we vorige week zaten, tenminste naar mijn inziens, een beetje in Wie is de Mol. Ja. En dat deze week zijn we opeens met groepsimmuniteit bij Expeditie Robinson beland. En ik zou ook heel graag, dat is eigenlijk het enige wat ik mis, dat we aan het einde van de week met z'n allen een kampvuur hebben. Dat we als land één iemand het land kunnen uitstemmen. Vond je dit nou een leuk filmpje? Abonneer je dan op het kanaal of like het hier beneden. Ja, en dan zie je meer. Jij zegt hier like hier, maar je bent heel klein. Dus dan, je wijst nu in het, midden van het filmpje. Ja. Hier, like hier. Hierom. Hier like. En hier, abonneer. Is er ook enige reden waarom ik hier sta? Nee, dat is niet. Jezus.